Dit zijn mooie velgen, hè? Gaaf. Oké, ik heb dus geen lamineerapparaat, want die is kapot gegaan. En ik weet dat die niet zo duur is, maar ik heb een andere oplossing. Een hele goede morgen allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick, Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Het is vandaag woensdag 2 juni 2021. En het is 11:15 en ik loop nu lekker met de dames, lekker buiten. Wat je wel kan zien. Heel veel kijkplezier. Hier wachten, goed zo, keurig. Nou, daar loopt Beauty dus. Beauty is net even lekker het water in geweest. Die loopt lekker relaxed. Hij loopt relaxed. Beauty, voor, kom eens. Pijfie. Kom eens voor. Kom eens dan. Kom eens voor. Kom maar. Lady. Kap. Ze heb ik niet opgevoed. Hij. Hier. Goed zo. Keurig, dames. Ja, goed zo. Te zien, nou. Lekker, hè? In de schaduw, hè? Ja. Ja. Ik wil even wat met jullie delen. Ik hoop dat ik het kort kan houden. Jullie zien ons wel heel vaak naar het winkelcentrum toe gaan, met de auto weggaan. Eén ding, als wij naar de dierenvoedselbank gaan of naar Den Helder gaan of een uitje. Mijn mama die is zo lief om sowieso bijna elke maand even row even iets extra's te geven, zodat we dat te kunnen doen. Want op de fiets is het gewoon de dierenvoedselbank ruim een uur fietsen. Dus ja, dan ga ik toch liever met de auto. En dat heeft Ro, dat zegt Ro ook. Dus ja, en het winkelcentrum is hier voor ons heel dichtbij. En het is toch even lekker cool lopen. Het is even gezellig. En straks gaat alles weer open. En zondag gaan we er ook weer sowieso naartoe. Want ik wil even boven kijken hoe mooi het daar is geworden. Want ja, dan gaat alles open. En misschien dat we ook binnenkort ook even naar de bioscoop gaan. Weet ik nog niet. Moet ik ook nog even voor inschrijven. Dus ja. Dus al met al, mijn mama betaalt een hele hoop. En ik spaar ook wel eens wat. En dan doe ik daar ook wel wat voor benzine. En net zoals met de APK-keuring, dat heeft mijn vader betaald. Dus een shout-out naar mijn vader. Als mijn vader deze vlog kijkt. En anders dan zal ik deze vlog wel naar mijn vader toe sturen. Dus ja, en ook een dikke shout-out naar mijn moeder. En mijn moeder die vlogt ook. Dus wil je ook op haar abonneren, dat kan. Dat is Corina met IE. N-A. Dus, hè, dus Corina met IE. En dan de beestenmol. Dus ik zal ook haar de i'tje eventjes hierboven inzetten. En ja, ik zou zeggen, abonneer ook gerust op haar kanaal. Dus ja. Het is mooi weer. Het is nu nog ongeveer een uur en een kwartier. Dan is Ro lekker weer vrij. Yay! En toen was het hier weer warm. Benauwd. Ik ben benieuwd hoe het zometeen hier in de parkeergarage is. Of het hier beter is. Het is hier nog warmer. Het is binnen nog lekkerder. Jeetje, Mina. Hè, hè? Ja. Mooie velgjes. Hele mooie velgen. Ik zie wat. Dit zijn mooie velgen, hè? Gaaf. Hele mooie velgen. Wauw, 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 wauw. Nou moet ik even zoeken waar we onze auto hadden. Ja, ik zie hem al. Hé, ik zie hem alweer. Ik zie de auto, ik zie de auto. Het is hier bloedverziekers heet. Mijn god. En Rodi moet ergens zo aankomen. Kijk, daar komt hij waarschijnlijk al. Kijk, ja. Daar hebben we Ro al. Hier, moppie. Zo, ik ga de auto al open doen. Inladen. En zo lekker naar huis. Dan kan Ro lekker slapen. Misschien dat hij nog de twee zusjes even mee wil nemen. Heb ik even lekker een quality time met Lady. Maar hij is wel met de fiets, maar dan laat ik de fiets gewoon hier. Bij mij. Niet en niet hier, hier, hier. Maar gewoon eventjes bij mij. En dan kan hij vanavond gewoon weer terug met de fiets naar huis. Dus dan moet ik even opleggen. En let niet op mijn blauwe plekken. Kijk, ik heb er meer dus. 1, 2,
4 blauwe plekken. En dat komt niet omdat Ro mij slaat, maar helemaal niet. Want Ro slaapt me niet. Dus. Maar dat komt door de zon. Ik heb er 4. Ik heb 4 blauwe plekken, schat. 4. Kijk maar hier, op en op de camera. Doe maar. Zie je dat? Ja. Kijk, 4. Lekker dan. Dus ja, wij gaan even inladen. Ja mensen, het is gewoon warm. En ik heb last van de warmte. Ik heb hier mijn koeler. Zoals je hier licht kan zien. Hij is heerlijk. Dus ik ga hier eventjes rusten. En ik doe eventjes mijn rolgordijn een stukje omlaag. Zo. Zodat de warmte er niet helemaal in kan. En ik ga hem even op volle toeren zetten. Dus dat. Dus ik ga eventjes mijn rust pakken. Ik zie jullie straks. Ja, daar ben ik weer. Het is inmiddels nu 9:05. Ik loop met Lady alleen buiten. Heerlijk. Ik mag niet klagen. Ik heb mijn haar even lekker los. En ja. Er gaat vrijdag er wat mee gebeuren. Ja. Ben je nieuwsgierig? Ik zou zo zeker dan sowieso kijken. Hé, meis? Lady. Ja, daar was ik alweer. Ja, helemaal goed. Het is nu inmiddels rond 9:05 in de avond. Ik loop lekker met een lady buiten. Rody heeft en de 2 zusjes. Helemaal goed. En dit is mijn laatste rondje. Tot zover, denk ik. Dan gaan we nog wat eten. En dan gaan we allebei lekker op bed. Morgen moet ik even met mijn buurvrouw eventjes naar het winkelcentrum. Moet ik ook nog wat voor doen, trouwens. Enigszins. Anders mag ik niet zonder mondkapje naar binnen. Ja. Dus, maar dat is zo gedaan. Dus maakt niet uit. Maar ja. Nu even nog even lekker lopen met Lady. En dan straks lekker nog wat maken. En nog even een vlogje. Dat denk ik. Sowieso nog wat vlogs op YouTube knallen. En dan voor morgen staat dus met mijn buurvrouw even mee. Dat kan ik niet filmen. En dan nog even naar de voedselbank. Ja, dus dat. Maar jullie zien ook zometeen sowieso nog even rauw hoor. Ja. We gaan even een kipje eten. Er zou eigenlijk kip met patat komen. Maar ik denk dat het alleen maar kip wordt. Ja. Dus tot straks, ik ga Ro bellen. Ja, ik ben weer thuis. Een hele tijd. Het is nu alweer 10:45. En Ro is ook al hier nog steeds. Want we hebben net een lekkere kippie gegeten. Alleen dat kippie die was wel heel erg machtig, moet ik zeggen. Kijk, daar is Ro ook al. Kijk, jullie zagen hem net al lopen. En ik heb lekker water. Lekker, kijk, daar is Ro ook al. Hij schat. Hoe gaat ie? Hoe gaat ie? Ja, goed. Met jou. Ja? Dus, nee, maar Ro die moet morgen weer werken. Even gelijk even jouw rooster voor volgende week even bekijken. Ga ik gelijk met jullie delen. Leuk. Waarom niet? Morgen moet hij werken van 6 tot 2. Hap. Nog even. Morgen moet hij werken van 6 tot 2 en vrijdag moet hij van 7:30 tot 3:30. Maandag van 7 tot 11. Dinsdag is hij vrij. Woensdag van 7 tot 11. En dan donderdag van 7 tot 11. En van vrijdag heeft hij een middagdienst van 12:30 tot 11:30. Dus dat is wel weer lekker voor hem. Toch? Ja. Dat dacht ik ook. Niet te vroeg opstaan. Nee, precies. Dat dacht ik ook al, ja. Oké, dus ja. Dus Rody gaat zo weer lekker naar huis. Gaat hij lekker slapen. Want hij moet er vroeg uit. Hè, schat? Ja, 4:45 gaat lekker. 4:45. Waarom eigenlijk altijd zo vroeg? Omdat ik 5:45 op de zaak moet zijn, misschien. Oh. Een uur tijd om naar te komen. Een uur tijd? Ja, opstarten, opstaan, inpakken, aanzetten. En gelukkig heb je de honden niet meer. Ik denk dat dat een hele hoop scheelt bij jou, toch? Dat scheelt een kwartier. Is dat zo, een kwartier? Ja.
Okay. Een kwartiertje lopen. Mm-hmm. Want je erop staan is dus oud dan moet ook nog, maar ook nog een kwartiertje lopen. Ja. En dus dat scheelt weer, hè? Voor jou. Een kwartier, om een keer erop staan. Ja, ja. Kus. Tot morgen. Werk zo. En ik mail jou nog, ja? Ja, oké. Later, schat. En ik ga ook zo toch lekker naar bed. Dus, maar ik ga eerst wat drinken. Ik ga nog eventjes een beetje vlogje doen. En dan ga ik heel wat vlogs eventjes in het programma van YouTube doen. Yep. Oké. Ik heb dus geen lamineerapparaat, want die is kapot gegaan. En ik weet dat die niet zo duur is. Maar ik heb een andere oplossing. Mocht je dus geen lamineerapparaat willen hebben of willen aanschaffen. Heel makkelijk. Lamineervelletje. Papiertjes ertussen. Deze erop. Dan als je wat heb je dan nodig? Een strijkplank, lamineervel, papiertjes wat je wil lamineren. En een strijkbout. Nou, hoe toevallig heb ik die dus wel. Hey, dat is leuk. Nou, daar zit alleen maar snippetjes in. Blablabla. Ik heb mama ook aan de telefoon. Helemaal geweldig, helemaal leuk. Ik heb altijd eigenlijk een theedoek. Maar we kunnen ook gewoon een handdoek gebruiken. Ook leuk. Want het kan ook warm worden. Dus dan doen we het gewoon zo. Die gaat daar naartoe. En dan gaat deze er alvast mooi in. Kijk. Kijk uit. En dan ga ik even een handdoek erop leggen. En dan gaan we zo meteen strijken. Hier overheen. Ja. Kijk. Even mooi neerleggen. En dan gaan we zo meteen hier mooi overheen strijken. Dat gaan we doen. Oké. In plaats van een handdoek heb ik toch een theedoek gepakt. Want een theedoek is een stukje dunner. En we gaan er gewoon overheen. Nou, lekker eroverheen glijden. Nou, dan af en toe controleren. Zometeen. Zo. Dan gaan we kijken. Hier is hij nog. Hij is nog niet heel warm, maar hij is al wel bezig. Nou, we gaan gewoon lekker even door en dan laat ik het jullie zo meteen zien hoe het is geworden. Oké, nou, we gaan het gewoon weer even strijken. En kijk, het ligt hier. Zo op deze plekje heel goed. Nou, zo gaan we lekker verder. Gewoon even goed kracht geven. Heen en weer, op en neer. En dan gaan we gewoon weer even kijken. Nou, en zo ga ik nog even verder. Zo, ik heb het helemaal weer. Kijk, zoals je ziet kan ik hem helemaal niet meer openmaken hier. Helemaal niet. Het zit helemaal vast, helemaal lekker. Nou ja, dit hou je toch altijd wel. Dat maakt niet uit. Wat gaan we doen? Heel zonde van dit stukje. Dat maakt niet uit. Lekker veel ruimte overgelaten. Ik ga de schaar erin zetten, jongens. Ja, kijk. Hartstikke mooi. Dat is zo. Zo, dat is er. Dat zijn er gewoon zo meteen drie. Zo. Dat zijn er. Maar kijk, dit heb ik er al vanaf. Dat gaat gewoon mijn prullenbak in. En dan doe ik deze zo. En dan doe ik het zo. Deze is morgen voor mijn buurvrouwtje. En zelf heb ik er twee kleintjes. En eentje gaat in mijn telefoon als reserve. En eentje gaat dus aan mijn, sleutel hangen met koord. Dat is altijd handig, zo'n ding. En dan ga ik gewoon ronde dingen maken. Ronde dingen, ja. Ronde dingen. Ja, ik kom er weer niet uit. Aan mijn woorden maakt niet uit. Ronde hoekjes maken. Yes, dat is het. Ronde hoekjes maken.
Zo, kijk, mooie ronde hoekjes. Dat is beter in plaats van die scherpe rotdingetjes. Zo, dit is er één. En zo ga ik even alles uitknippen en dan heb ik gewoon weer genoeg. En dan ja, heb je dus een uitzondering mondkapjes. Die je dus gewoon mag uitprinten als je dus een longaandoening hebt of et cetera. En of dat je een angstaanval krijgt. Geen idee waar je hem voor moet gebruiken. Maar je mag hem gewoon uitprinten via Google. En dan plastificeren en dan bij je houden. En dan kun je gewoon zonder mondkapje een winkel binnen. Ja, jullie zien het weer goed. Ik lig weer lekker op bed. Lekker met mijn van. Ja. Achter me, heerlijk. Ja, zalig. Mag ik niet klagen. En ja, ik ga lekker slapen. Dus vind je deze vlog wel leuk? Ik zou zeggen, vergeet vooral niet te abonneren. En laat eventjes het duimpje omhoog achter. En dan zie ik jullie graag morgen weer bij een gloednieuwe vlog.